Normaal slapen de Ayam Samanis hier in het hok. En er zit er nu dus nog maar eentje. Dus dat is een beetje raar. Maar ik hoorde hem dus nu al koekelen. En na een grote speurtocht blijkt die mafketel met zijn andere vriendin dus in de boom te zitten. Zeg. En dat is een beetje gevaarlijk, want hij zit recht boven de sloot. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe hij eruit komt. Ging die? Oké. Het was even een schrok. Die kunnen dus echt vliegen. Ja, dat kunnen die Brahma's niet. Nou, hallo jongens. Kom, we gaan eerst even eten, hè? Nou, het is nu vlak voor het slapen gaan. Pleurt van de regen. Je zou dan denken dat hij gewoon in zijn hok gaat slapen met zijn vriendin. Maar blijkbaar heeft hij nog allerlei voedsel gevonden. En een harempje om zich heen verzameld. Wat wel een zoen en zo. Daar staat de boom waarin hij dus af en toe slaapt. Dus ik stel de camera op en kijk of het ook echt zo is. Voorlopig zitten ze allemaal hier in de regen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij gewoon in dit hok gaat slapen. Dus ik wacht op. Ik weet niet precies. Het is toch een clubje verzameld om zich heen. Nou, het is nu 6 uur. Het regent niet, mooi weer. En ze zitten er dus al in, nu zelfs alle 3. Dus ik heb het mooi gemist hoe ze erin zijn gevlogen. Gisteravond zijn ze dus gewoon het hok ingegaan. Dus ik moet morgen tussen 5:30 en 6:00 moet ik filmen. Ik denk dat ze vanaf deze kant zijn gevlogen. Want ze zitten met hun kont deze kant op. Dus we gaan het meemaken. Thank you.